Als jullie nou de baas van Ambacht zouden zijn, hè, de baas van Hendrikje de Wammers, de burgemeester zouden zijn, wat zouden jullie dan doen? Dat je niet meer naar school hoeft. De brievenbus al dichterbij. Ja, de brievenbus. Maar voor de rest ja, hebben wij ontzettend lieve buren en ook het groen wordt heel goed onderhouden. Dus regelmatig wordt het kort gemaakt en ja, ik zou eigenlijk momenteel niet weten wat ik extra zou willen. Ik wil, en dat in ieder geval, wat ik wel zou willen is dat in ieder geval de sociale dienst, zoals die nu functioneert, zo blijft. CQ verbeterd. De stukjes. Dat de straattegels waren, er waren een beetje oud is en zo nieuw leggen. Je ziet dat het naar de helft ongeveer leeg staat van de winkels nog steeds. Het begint wel langzaam wat meer te vullen. Maar ja, vanuit de gemeente zou ik denken, dat zou je wat meer moeten stimuleren. Om ook ondernemers daar naartoe te trekken. Waardoor ook, het is vaak toch een centrum. Hè? Er komt nog een huisarts bij en van alles. Er zit een sporthal. Om dat een beetje te stimuleren. En dan gaat het ook een beetje meer leven in de wijk. Dus ik denk dat ik daar, als ik iets zou willen veranderen, dat het eerste zou zijn. Het jeugdspeelpark uitbreiden, ja. Onder andere, en meer van dit soort dingen organiseren, dat is wel gezellig. Zoveel mogelijk een beetje groen houden hier en ja, het wordt steeds voller hier gebouwd en als we nu ook nog Julius erbij gaan bouwen, wordt de criminaliteit vergroot. Lijkt me geen echt goed initiatief van deze gemeente. Het moet eigenlijk blijven zoals het is. Het mag best vooruit gaan. Ja. Dat is een normaal iets. Maar ik vind als je hoort dat in het dorp heel veel problemen zijn met Julius. En dat daar dus kosten van politie is heel veel. En dat je dat nu verplaatst naar een dorp. Ja. Dat vind ik wel heel... Zo'n groot gebouw dan. Dan haal je dingen binnen die er niet moeten zijn. Zo dicht bij een woonwijk, dat is helemaal een belachelijke situatie. Nee, want ik vind het heel goed. Meer groen? Oké, ik vind dat er meer groen in Hendrikje de Wammers moet zijn. Ja, ten eerste ben ik de baas niet. En dan stel. Stel. Ik zou in ieder geval zorgen dat er ook op zondag gewoon meer dingen te doen zijn. Want ik vind het een beetje achterhaald dat de kerk nog steeds uitmaakt wat er hier op zondag gebeurt. Terwijl er misschien meer allochtonen wonen buiten Ambacht. Maar die maken nog steeds de dienst uit. Dat vind ik belachelijk in deze tijd. Ik vind ook dat het zwembad gewoon veel meer open zou moeten zijn. Ook op zondag. Is wel op zondag open, maar ook 's avonds en dat soort dingen. Ja. Veel langer. Ik zou, in eerste plaats ben ik geen burgemeester, maar ik zou niet weten wat er veranderd moet worden, want ik woon hier met veel plezier en alles wat we daarbij willen, doen we in de omgeving. Eigenlijk niks, want we hebben op zich uitgaansgelegenheden heb je ook. Er wordt wel wat aangedaan voor de jongeren. En om nou echt een discotheek neer te gaan zetten als wat ze in Dordrecht hebben als Bibelo, dat kan gewoon niet. Dat is echt moeilijk. In de eerste plaats de mensen zelf die met honden lopen, de vuiligheid laten rapen. Ik zou wat meer speelgelegenheid voor kleine kinderen maken. Want ik geloof niet dat ik heel veel zou willen veranderen, geloof ik, maar... Ja, we zijn best wel tevreden. Ja. Uiteindelijk. Daar zijn we nog niet heel erg lang heel betrokken bij de gemeente, omdat we wonen een beetje achter. We vroegen ons eigenlijk af in welke wijk we wonen, dat weten we eigenlijk ook niet. Dus dat zegt al wat. Okay. We wonen een beetje achter de Nijverheidsweg, op het industrieterrein. Dus. Maar over het algemeen zijn wij eigenlijk wel heel tevreden over Ambacht. Ik geloof wel dat ik de sfeer zou proberen om zo te houden. En ook de uitstraling van Ambacht, ook gewoon zorgen dat het zo groen blijft en ja. Eerst zou ik hebben gezegd misschien iets meer voor de jeugd, maar nu komt natuurlijk daar dat dividend. Ja. Dus
moeten we eerst daar even kijken, maar verder weet ik het eigenlijk niet echt. Oké, nou, als ik burgemeester was in Hendrik Ido Ambacht, dan zou ik zorgen dat er meer cursussen komen voor zwangere vrouwen, want er zijn er hier heel wat van. En het aanbod is erg klein. Heel vaak dit soort braderieën, want daar hou ik echt van. Ja, ik denk ook toch, ja, er zijn stukken, ja, we lopen natuurlijk rond nu de ambacht huizen kijken. En ik heb het idee dat je ineens zo'n groen zone hebt en dan heb je een woonwijk waar het minder groen is. Dus, en dan heb je daarna weer een woonwijk met veel groen en dan weer een woonwijk dat ene kan toch het groen weer, ja, ook overal inbrengen. Nou, wat ik zou doen weet ik niet precies. Ik denk dat ik eerst een anderhalve week, twee weken of zo ga observeren. En dat ik daarna mijn eigen mening over alles ga geven. Voor mij, als ik ook vergelijk met vroeger, dan zou ik zeggen dat ze heel erg soepel moeten omgaan met bijvoorbeeld gemeentewerken, zoals het afgeven van vergunningen, het helpen bij vergunningen. Laten ze alsjeblieft proberen om begrip te voelen voor mensen die, ja, die iets willen bij hun huis, die een uitbreidingje willen of een veranderingje. Laten ze daar behulpzaam bij zijn.